Helemaal suprem. Kijk. En we zijn live. Fonds voor Oost is een fantastisch initiatief voor en door de buurtbewoners. Het is kleinschalig, het is duurzaam en het verhoogt het plezier in het wonen en de cohesie in een buurt. Dus ik vind het een fantastisch initiatief en ik hoop dat we heel veel mooie aanvragen krijgen om met dit fonds te gaan doen. Ik vind het bijzonder dat er nu vanuit onderaf met de bewoners, door de bewoners, nagedacht kan worden om de buurt te versterken. De thema's die mij het meest aanspreken zijn kunst, cultuur en ondernemerschap. Thema's die echt bij Amsterdam Oost horen. En ook bij de bewoners die daar wonen. En ik vind het interessant dat die bewoners nu op hun eigen manier laagdrempelig iets kunnen betekenen voor hun buurt. Vanuit hun culturele diversiteit, maar ook vanuit hun talenten. Stel dat je een initiatief wil ontplooien of je ziet dat er meerdere initiatieven in de buurt zijn die hulp nodig hebben. Je zou daarvoor een eigen fonds willen opzetten. Dan heb je heel veel expertise nodig, ideeën, structuur, administratie om dat voor elkaar te krijgen. En eigenlijk de partijen die dit nu hebben opgezet, zoals het Amsterdam Fonds voor de Kunst, Cultuurfonds en IJmeren, kunnen daarbij helpen. Bij dit fonds kom je langs met je idee en binnen 2 weken heb je een uitspraak over goed of niet goed. En niet goed wil niet, betekent niet van we doen het helemaal niet, we doen er niks mee. Maar in de meeste gevallen zal het betekenen, we linken je aan andere mensen die misschien met hetzelfde idee bezig zijn of die er meer kennis over hebben. En probeer op die manier je idee meer body te geven en kom dan opnieuw bij ons langs. Maar even serieus doneren natuurlijk, maar dat hoeft niet, hè? Projecten die zich aan kunnen melden zijn projecten die te maken hebben met de leefbaarheid, het plezier van het wonen, het samenwerken, het participeren in projecten. En dat kan op het gebied van sport, cultuur, verenigingen, kunst, muziek. Heel breed en waar wij de bewoners zelf met initiatieven komen en zelf ideeën ontwikkelen, daar gaan wij naar kijken. Dus heel veel projecten zijn welkom.